Van simpele schoenendoos tot uniek cadeau. Stichting Edukans verzamelt in de Waardepolder schoenendozen. En daar komen ze aan. Dankjewel. Dat is 1. Dat is 2. En dat is 3. Wim Blum, dit zijn geen vervroegde Sinterklaas cadeautjes, geloof ik. Nee, dat klopt. Dat zijn schoenendozen die gevuld zijn door kinderen. En die naar kinderen gaan in de derde wereld. En het allerleukste is, als je in die scholen bent en je hebt die dozen uitgedeeld, om dan te zien hoe blij die kinderen zijn. Jullie hebben allemaal dozen gebracht, heb ik net gezien. Waarom? Voor de arme kinderen. En wat heb jij erin gestopt? Knuffels en washandjes en tandenborstels en speelgoed. En jij hebt hem ook versierd, zo'n doos? Wat heb je gemaakt? Ik heb een prinses erop gemaakt voor een kindje. Voor een meisje dus? Ja. En jij voor jongetjes? Ja. En jij? Voor allebei. Voor allebei? Wat goed. Zijn je er lang mee bezig geweest? Nou, gisteren hebben we er ook over gedaan. Ja, en eergisteren heb ik het nog gedaan. Leuk, wel heel lief van jullie. We gaan onderweg. Hoor wie klopt daar, kinderen? Want op zaterdag 15 november was het weer zo'n feest. De intocht van Sinterklaas in Heemstede. Jongens, heb je het al vernomen? Tralalali, tiralalala. Sinterklaas is aangekomen. Tralalali, tiralalala. Laat ons zingen, hand in hand. Sinterklaas is weer in het land. Tralalali, tiralalala. Tralalali, tiralalala. Sinds kort is Haarlem 105 ook te ontvangen in Heemstede. Op zaterdag 15 november werd het feestelijk gevierd op de Binnenweg in Heemstede. Hele leuke dag met Sinterklaas en nou, wij de samenwerking natuurlijk nu oppakken. Samen met Haarlem en Heemstede, zit alle twee in Haarlem. En we gaan een hele leuke tijd tegemoet. Nou, ik denk dat het een beetje gemist werd in Heemstede nadat Radio De Branding gestopt is. Denk ik dat het goed is dat het weer opgepakt wordt. De samenwerking is dat wij het gebied Haarlem, waar we nu verslag van doen, dus alles wat met Haarlem te maken heeft, uit gaan breiden naar Heemstede. Dus ook het lokale nieuws hier onder Haarlem brengen. En de programma's steeds meer uit gaan bouwen. Ik vind het belangrijk van de lokale omroep. Dat ze de mensen die zeg maar geen zin hebben om er naartoe te gaan, wel op tv nog kunnen zien wat er gebeurt in het dorp. De mensen die kijken en luisteren, die mogen ook bepalen wat ze willen zien en wat ze willen horen. Ruim 1300 leerlingen van het college Hageveld zetten zich in voor Serious Request. Dit doen zij tijdens een groot evenement. Ik ben Minke en wij zijn hier, Elke en ik, om voor deze auto kan je dan bespuiten, een stukje, voor geld. En dat is dan de auto van onze mentor, Bart. En daarna moeten we hier gewoon in rondrijden, dus zeg maar zo. Hoeveel geld hoop je hiermee op te halen? Nou ja, dat weten we nog niet helemaal precies. Maar voor een stukje, zo'n klein stukje is 3 euro. En we hopen iets van boven 100 euro, zoiets. En dan gaat al het geld gaat naar Serious Request. Ja, klopt. En we hopen dat wij als school een heel grote bijdrage kunnen leveren aan het Serious Request Fonds. Want we vinden het echt belangrijk dat er zoiets gedaan wordt. En ook in Haarlem, dus vlak in de buurt. Dus dat is wel fijn. En het eerste doosje gaat nu open. Naast een groot evenement heeft een groep leerlingen zelf een cd uitgebracht. En de burgemeester van Heemstede kwam een kijkje nemen.